Ik ben de droogte goed doorgekomen, alleen het was wel hard werken. Ja, ook zowel de schapen als de herder en honden hadden last van de droogte. Eigenlijk van de warmte, van de hitte. Ja, dat betekende dus ons dagprogramma een beetje aanpassen, omgooien. Je hebt wat extra werk, waar je niet op zit te springen, maar fruit, dat hoort erbij. En vroeg beginnen. Tussen de middag stoppen, misschien 's avonds nog weer een keertje aan het werk. Dus dat je het anders verdeelt over de dag. Voor de honden is het ook werk. Ja, dat beseffen ze niet, maar je hebt een hond waar het gewoon in zit, die dat met alle plezier doet. Voor de schone beken heideschaap zich thuis voelen op de heide. En alles wat daar te vinden is, dat kunnen ze goed aan. En daar maak je gebruik van om de heide te beheren. Nou ja, voor mezelf neem ik in mijn rugzak ook veel drinken mee. Ook voor de honden onderweg. Dat je die extra laat drinken. En voor de schapen neem ik extra water mee. Dus, ik heb vaste punten. En daar zet ik een heleboel kuips neer. En die vul ik met water. Ja. Zodat ze zoveel mogelijk de hele dag kunnen drinken. En als ik met een kudde hoed, dan kom ik daar wel langs. Of in een nachtverblijf. Daar is water te vinden en dan kunnen ze in ieder geval vooruit. De grote stille heide, waar het ook nog wel eens een wolfront. Hoe gaan jullie daarmee om? Onze grote vriend. tweespalt. Eigenlijk, het is een geweldig dier. Dus dat hij terugkomt, dat kan heel mooi zijn. Maar voor je schapenhouders of herders, is het toch wel een hoofdpijndossier. Mm-hmm. En we gaan zien wat dat brengt. Ondertussen proberen we wel de maatregelen te nemen dat je zoveel mogelijk je rasten voor elkaar hebt in het veld. En sommige herders overwegen om van die kuddehonden te kopen ter preventie of afschrikken. Of je bouwt degelijk omheiningen. Maar hoe het precies gaat, tijd zal het leren. Maar tot nu toe is een beetje de voorspelling dat het voor schapenhouders een beetje ellende brengt. Yeah. Maar als je schapen kapot hebt, of die sterven, of een dierenarts moet ze een spuitje geven, dan ben je er nog niet. Dan heb je wel niet alleen kosten, maar ook ellende. Maar je merkt het ook aan de dieren verderop in het jaar. Je hebt onrustige dieren. Het kan zijn dat ze verwerpen, mochten ze drachtig zijn, maar je hebt er gewoon ellende van. Het houdt niet op bij dat ene moment. Nee. Het gaat in het geheugen van die beestjes zitten. En ze worden schuwer, hè? Ook dat, ja.